Ja, kijkers, u kijkt naar het programma De Bank Politiek. En mijn gast is Marga Mulder, lid van de seniorenpartij Schaar. Hartelijk welkom, Marga. Sommigen zeggen van wie is Marga in vredesnaam? Nou, daar heb je niet goed gekeken, want ze was al eerder mijn gast. Op 19 januari 2021. We zaten midden in de pandemie. Je hield daar een heel mooi verhaal, een levensverhaal, met ook spirituele accenten erin. Klopt. Dat is prachtig. Ja. Gaan we het nu niet over hebben uiteraard, maar nee. Dat was voor mij nog wel een herinnering aan die dag. Dat is alweer een tijdje geleden. Nogmaals, welkom, seniorenpartij, gemeenteraadsverkiezingen, een zetel erbij. Gefeliciteerd. Was een beetje de verwachting dat jullie zouden groeien? Ja, dat was de verwachting. En ja, we zijn dus ook niet teleurgesteld. We hadden er natuurlijk makkelijk nog eentje bij willen hebben. 6? Ja, 6 had ook gekund. Ja. Want als je naar het aantal stemmen kijkt, had dat best gekund. Ja. Maar 5 is een mooie. En we hebben ook de juiste mensen daarvoor. Dat is ook belangrijk. Ja. Ik bedoel, je kan wel heel hard groeien, maar je moet ook wel de juiste mensen op de juiste plek hebben. We hebben natuurlijk 2 nieuwe mensen erbij. Ja, noem ze even. 3. Ja, we zijn heel goed. Dat is meneer Quint. Meneer Quint hebben we natuurlijk. En we hebben natuurlijk Truus Cooper-Limmen erbij gekregen. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog onze grote vriend. Ja, je zou het haast vergeten. Ja. En die doet een de RNN. Dus ja. Dat is ook wel weer fijn. Van Wateringen, Arthur van Wateringen. Ja. Dus we hebben, ja, we hebben... Mevrouw Wenker? Ja, maar die was er natuurlijk al. Die was er al, ja. Die was er al en die is nu ook raadslid geworden. Ja. En terecht, want die deed het hartstikke goed als steunfractielid. Die hebben een goede scholing gehad toen ze steunfractielid waren. Ja, dat niet echt, want we hebben natuurlijk die coronaperiode tussendoor gehad. En wat is goede scholing? Ze hebben natuurlijk de cursus allemaal gevolgd. En ze kunnen wel vragen stellen, maar ja, met die corona liep alles een beetje anders als gepland. Dus echt een training niet. Dus het is gewoon aldoende leert men. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Ja. En vragen kan je altijd stellen. En je moet natuurlijk heel veel in de praktijk leren. Je kan natuurlijk niet alles uit een boekje halen. Nee. Dat is niet echt verstandig. Zo heb ik het ook niet geleerd. Dat is belangrijk. Ja. Je hebt trouwens een diehard, hè? Want hoeveel periode ben je gegaan als raadslid? Dit is de derde periode. Ja, dus 9 jaar raadslid. Want we hebben natuurlijk het eerste jaar nog de fusie gehad. Ja. Dus toen mochten we een jaar langer. Dus dan hebben we 5 jaar gedraaid. Ja. En toen 4 jaar. En nu weer 4 jaar. Dus daar gaan we weer voor. Ja? Ja. Neemt de hele, alle 4 maanden weer op je schouder? Nou, dat moet lukken. Ik voel het niet je als... Je voelt het niet als een bezwaar? Nee, zeker niet. Want je moet het doen omdat je het graag doet. Ja. En omdat je wat wil betekenen voor de inwoners. Maar je moet het niet doen omdat je raadslid bent. Ik ben gewoon Marga met 2 voeten op de grond. Ze kunnen me benaderen. Soms kan ik wat voor je betekenen. En soms kan ik ook echt niks voor je betekenen. Marga. Nou, dat is, ook dat zo. Is best lastig. Dat is best lastig dat je soms niets kan betekenen. Ja. En dan denk je van, ik zou het heel graag willen, maar het kan gewoon niet. De Marga Klompé? Nee. Wat is graag en wat? Nee. Nee, maar goed. Dat is mooi dat je nog een periode meedoet. Perry. Die heb gezegd tegen me, dat doe ik niet, halverwege stop ik ermee. Nee, dat heeft niet zo gezegd. Ja. Nee, hij heeft niet gezegd, ik stop ermee. Hij heeft gezegd, halverwege wil ik het fractievoorzitterschap overdragen aan iemand anders. Dat zou ik dan verkeerd hebben verstaan. Een groot verschil. Ja, nee, maar het is goed dat we het even de vraag op tafel hebben gelegd. Ja, dan ligt hij gelijk even duidelijk. Ja, precies, ja. Maar dan wordt iemand anders fractievoorzitter. Ja, maar dat is goed. Ja. Want een fractievoorzitterschap moet je niet onderschatten. Dat is behoorlijk veel, dat is echt veel werk. En dat heb je niet altijd in de gaten als je raadslid bent. Maar het is wel zo. Als je eens goed kijkt wat hij allemaal moet doen en wat hij in de gaten moet houden. Ja. Dan denk ik, nou, dat doe je goed om te zeggen. Van halverwege zou ik heel graag een andere fractievoorzitter willen laten zijn. Dan kan die er ook weer in groeien. En dan is het niet een kwestie van met de verkiezingen hebben we een nieuwe fractievoorzitter. En dat ingroeien, dat is gewoon fijn. Want dan is die ander gewoon lekker nog op de achtergrond. Ja. En wie zegt, Perry gaat helemaal niet weg. Nee. Hij heeft het opgericht. September bestaan we 10 jaar. Nou, die gaat echt niet stoppen. Dat moet je allemaal meemaken natuurlijk. Hij heeft een lintje gehad. Ja. Heeft een lintje gehad. Ja. Hij was helemaal blij. Ja. En Siet Jong heeft een lintje gehad. Die is natuurlijk ook van ons. Dat was natuurlijk ook heel leuk. Heel ontroerend en heel mooi. Heel verrassend. En goed iedereen zijn mond dicht gehouden. Nee, dat was heel mooi om te zien. Heel mooi. En waar is jouw lintje, Marga? Mijn lintje? Ja, waar is jouw lintje? Nee, ik ben nog niet 12 jaar raadslid. Oh, ik heb vroeger in Bussum heel veel voor de jeugdverenigingen gedaan. Maar dan is het nog maar de vraag, wil ik dat lintje wel? Dat is... Niet zo. Ik ben er niet uit, want ik vind dat je... dat is misschien mijn persoonlijke mening. Maar ik vind dat je voor je inwoners er bent.
En dat lintje, dat zouden die inwoners gewoon moeten krijgen die zo hard werken voor een ander. Die mantelzorgers die voor anderen zorgen. Ja, laat die maar een lintje krijgen. Ja, wordt wel echt veel dan, hè? Ja, dus als ik hem weg mag, als ik hem mag weggeven, ontvangen dat, ja, en weg mag geven, zou het mooi zijn. Maar dat kan niet. Nee, dat wordt weer jammer. Mooi systeem trouwens, mooie gedachte. Hele, ja, maar het is ook... Kan niet natuurlijk. Nee, je kan, als je komt te overlijden, moet je of terug of je koopt hem. Ja. Nou, dan als je overleden bent, hoef je hem zelf niet meer te kopen. Dan kan een ander hem kopen, je partner als hij er dan nog is. Precies, ja. Maar je kan hem ook niet overdragen. Nee, ook. Dus nou, ik ben daar nog niet uit. Wat voor taken ga je krijgen? Of heb je? Binnen de fractie worden taken verspreid. Dat is duidelijk. Ik zit natuurlijk in het sociaal domein. Samenlevingszaken, zorg. Samenlevingszaken, dat vind ik natuurlijk... Dat is mijn bottleneck. Hoor. Core business van je, Marga. Ja, dat vind ik helemaal te gek. Ja. Ik heb natuurlijk in die terminale nachtzorg gewerkt. Ik heb gezien hoe hard het nodig is. En als je dan nu bijvoorbeeld ziet... Ik weet niet of jij het volgt. Volg jij de programma's van Max wel eens? Ja. Dan heb je het laatste programma ook gezien over de trapliften. Dan denk absoluut, ik zo. Ja. Dat klopt. Ik heb ook wel eens een keertje 's nachts bij iemand gezorgd. Ja. Dat ik dacht, ik mag wel oppassen dat ik niet van die trap afval. En dan heb je ook nog je medicatie in je handen. Je hebt nog wat andere dingen in je handen. Kan het is gevaarlijk. Je kan natuurlijk zeggen, vallen. Kan natuurlijk zeggen, ga je ook met die traplift? Ja, maar je wil vaak snel naar iemand toe. Of je wil, stel dat er brand is, wil je ook snel weg kunnen komen. Nee, ik vind dat wel een aandachtspuntje. Dus daar ga ik nog wel even vragen over stellen hoe dat bij ons is. Want als je dan hoort dat een traplift aan de verkeerde kant geplaatst wordt, dat de trapleuning weggehaald wordt en dat de treden dan, die worden natuurlijk heel smal en niet alle huizen hebben van die brede treden. Dus dan, ja, dan denk ik, waarom doen we dat niet? En dan ga je het informeren en dan blijkt dat de gemeente zich wel aan de bouwvoorschriften moet houden, maar dat de leverancier zegt, ja, maar de gemeente zegt, het moet zo goedkoop mogelijk. Dus. En als het wel op de goede manier geplaatst wordt, dan kost het 15% meer. Dan denken wij, wat is 15%? Ja, op. Maar we krijgen natuurlijk een vergrijzing. En die vergrijzing die gaat tellen. En de gemeente zit financieel op dit moment niet zo lekker voor. Nee. Dus dan zullen ze wel proberen om dat te veranderen. Maar ik denk dat de trapliften die nu geplaatst gaan worden, dat er wel aandacht aan besteed moet worden. Dat je gelijk zegt, doe het goed. Want als die nadat verplaatst moet worden, kost meer. Ja, want de kosten van gaan voor de baten uit. Doe het dan in één keer goed, dan ben je er vanaf. Ja, lijkt me een goed punt. Dus dat zijn wel aandachtspuntjes dat ik dacht, dat ik in de terminale nachtzorg zat. Natuurlijk, heb ik daar nooit aan gedacht. Ja, precies. Ja, dat je die vragen stelt en ook opwerpt en nog gaat stellen aan het college. Ja. U praat samen met, we zijn met onderhandelingen bezig. Ja. Komt een nieuwe coalitie. Ja. Ja, op basis van de gemeenteraadverkiezingen. Ja. Ook de seniorenpartij is bij betrokken bij dat overleg. Ja. Klopt. Met Yes Lokaal. Ja. Met CDA, ja. Met de Partij van de Arbeid. Ja. Hoe gaat dat overleg? Ben je er even vertrouwen in? Ik heb er wel vertrouwen in, want ik ben er toch van overtuigd dat er heel veel punten dat we overeenkomen met elkaar. Je kunt wel dwars liggen altijd, heeft helemaal geen zin. Je moet kijken wat is het beste voor die inwoner. Als die conclusie eruit komt en een ander komt daarmee, nou, laat die ander dan lekker daarmee komen, dan kan je meegaan. Je hoeft niet altijd te zeggen van, nou, ik ben een oppositie in het verleden. Verleden misschien nog wel. Ik ben oppositie, dus ik ga er zomaar standpunt tegenaan. Nee, als het een goed standpunt is, is het een goed standpunt. En wij hebben toch wel het idee in de raad, deze raad en de vorige raad, dat de samenwerking best wel goed is. Ja. En je kunt natuurlijk een mening hebben, maar soms dan komt iemand met een opmerking dat je denkt, jeetje, nog nooit over nagedacht. Nee. Wat goed dat je die opmerking plaatst. Ander inzicht. En ja, dan kan je toch tot een betere besluitvorming komen. En het is lastig genoeg. Hè? Er komt heel wat op ons af. Ja. Laten we daar eerlijk over zijn. Gaan we straks even over hebben. Want we gaan kijken naar muziek. Ja. Je hebt muziek meegenomen voor je kijkers. Ja. Wat gaan we zien en horen? Nou, wat ik heel belangrijk vind, dat is dus dat meisjes in de maatschappij soms iets doen waardoor er iets ontstaat waarvan je zegt van nooit verwacht. En in dit geval is het een meisje die een muntje gooit bij een violist, bij een muzikant. Ja. En dat is gewoon hartstikke aardig. Ja, en dan gaat er iets gebeuren en dat vind ik indrukwekkend. En dan denk ik, ja, dat moet even gezien worden. Mooie bijdrage. Van kijken. Oké. Okay. Thank you.
Ja, wat mooi. De Europese hymne, Beethoven. Ik ben gesprek met Marga Mulder van de Seniorenpartij. Wat leuk dat je het meegebracht hebt. Ja, maar het is natuurlijk ook... Dat je het met ook... elkaar deelt. Het was heel emotioneel. Ja, dat is ook heel mooi. Dat hebben we in deze tijd nodig. Dat mensen verbinding zoeken, ja. En dat kan soms heel simpel zijn, hè? Ja, dit was toch zo'n klein meisje die even een muntje bij de muzikant neerlegt. Ja, en je ziet het, hè? Leeftijd is niet belangrijk. Kleur is niet belangrijk. Het is... Nationaliteit is niet belangrijk. Nee. Alle mensen zijn in één keer broeders. Ja, prachtig. Ja, zo is het niet. Dat hebben we nodig in deze Zo is dat. Nou ja, jullie zijn een gesprek inderdaad over een nieuwe coalitie. Je hebt er alle vertrouwen in. Ja. Maar je zei ook, we gaan een heleboel dingen meemaken de komende tijd. We lopen tegen een aantal dingen aan. Ja. Dat zijn, jouw gezicht stond een beetje op onweer. Zo zit ik niet in elkaar. Want ik vind het ook wel een uitdaging. Maar er is natuurlijk... Je hebt natuurlijk met financiën te maken. Ja, dat is natuurlijk een grote bottleneck. Dan hebben we natuurlijk met de Oekraïners te maken. En niet alleen Oekraïners. Ik bedoel, we hebben mensen uit Syrië, uit allerlei landen die vluchten voor oorlogsgeweld. Nou, die moeten allemaal eigenlijk een plekje hebben. Die moet opgenomen worden in de maatschappij. Ja. Maar wat houdt het allemaal in? Ik bedoel, je kan mensen... Nou, eindelijk hebben we dan een manier gevonden om mensen te huisvesten in een prefabwoning van die kan 20 jaar staan. Nou, die staan ook wel langer. Daar gaat het niet om. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want er zijn mensen die denken van ja, maar te veel bij elkaar, dat is niet goed, dat geeft ghettovorming. Aan de andere kant vinden de mensen het misschien wel heel erg fijn om ook met elkaar te kunnen praten. Dus wat is dan de bedoeling? Dat als er een grote groep mensen te dicht bij elkaar zitten, dan moet je gewoon goed zorgen dat de mensen daar goed opgevangen worden. Dat er zorg is en dat er scholing is en gezondheid. Hè, want de gezondheidsfactoren zijn ook heel groot. Ja. Dat ze de mogelijkheid krijgen om te werken. Maar dat ze ook de ruimte krijgen om het verdriet te kunnen verwerken. Want het is natuurlijk niet zomaar iets. Hè. Je bent al weg, maar je hebt je man achter moeten laten. Ja, want precies, die moest blijven vechten. Ja. En dan ben je hier met je kindertjes. Ja. Hè? En dan spreek je de taal niet. Sommigen spreken gelukkig Engels. Dat scheelt dan nog wel. Maar ja, we hebben natuurlijk een tekort aan leraren. Nou, er zijn gelukkig heel veel leraren in het land. Dat zie je. Die zeggen van, ja, wij werken maar eigenlijk normaal 24 uur. Nee hoor, we gaan 36 uur werken. Ik vind het prachtig. Er worden hele mooie initiatieven ontwikkeld. En ik hoop dat wij in de gemeente Schagen zijn natuurlijk heel sociaal. Dat is wel gebleken door de tijd heen. Dat we mopperen misschien wel eens een keertje. Maar uiteindelijk pakken we het met z'n allen op. Dan gaan we kijken wat het beste is en hoe we mensen kunnen laten integreren. Er wonen ook mensen bij mensen thuis. Kan natuurlijk hartstikke mooi zijn, maar niet eeuwig. Hè? Ik bedoel, je kan niet eeuwig bij iemand in huis blijven wonen. Dan moet er al een woning in de tuin komen. Nou, dan zit je op jezelf. Dan integreer je misschien wat makkelijker. Maar een heleboel prefab woningen, als die straks niet meer gebruikt zijn gaan worden, dan kunnen die weer gebruikt worden voor jonge mensen die ook een woning zoeken of andere mensen die een woning zoeken. Er zijn genoeg woningzoekenden op dit moment. Dat is best een bottleneck. Ik bedoel, ik snap best dat als jij jong bent en je wil heel graag een woning hebben en je leest nou ineens dat er 300 woningen gebouwd kunnen worden binnen de kortste tijd. Ja, dat kan niet zomaar. Ik bedoel, daar is een speciale wet en regelgeving voor. Dat is een noodwet. Ja. En die bepaalt dat. Hè? Ik bedoel, wij krijgen dat ook eigenlijk van bovenaan opgelegd. Ja. En hoe ga je er dan mee om? En dat wij uiteindelijk met z'n allen binnen de gemeenteraad gezegd hebben van het moet gewoon gebeuren. Ja. We zetten onze schouders eronder en we gaan kijken hoe de gemeenschap daar positief mee omgaat. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat wij in Schagen dat kunnen redden. Ja. Ik ben geen Angela Merkel. Ik ben wel van overtuigd. Ik heb het vaak gezien dat mensen in nood altijd opgepakt worden door andere mensen, in welke vorm dan ook. En dan denk ik, daar kan ik van ontroeren. Ja, precies. Dus dat soort aspecten moet in het coalitieakkoord komen. Onder andere. We hebben nogal verschillende crisissen natuurlijk. Hè. De stikstofcrisis, de woningbouwcrisis, noem maar op. Ja. Hè? De zorgcrisis. Ja. Hoe gaan we om met stijgende vergrijzing en hoe gaan we die mensen nog verzorgen straks als ze wat ouder zijn? Dat is ook nog een heel groot punt. Dus het is echt wel een... We zitten echt wel een jaar... Hoe houden we mensen zo lang mogelijk gezond? Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, precies, Dus als je ouder wordt, moet je ook zo lang mogelijk gezond proberen te blijven. En moeten jullie vanuit jullie partij...
een goede wethouder leveren, ja. Vind ik. Vind ik ook. Ja, vind ik ook. Ja, vind en, ik ook. Eentje die daadkrachtig precies. is en die zegt van oké. Okay. En jullie hebben twee kandidaten, toch? Ja, we hebben er twee. Dat is André Groot, denk ik. Ja. En Quint. Cor Quint, ja. Ja, ja. Ja. En wie gaat het nou bepalen? Bestuur? Nou, uiteindelijk... Kijk, ze zijn nu met deze onderhandelingen natuurlijk bezig. En daarin wordt gekeken welke wethouders op welke plaatsen het best kunnen functioneren. Dus dat is dan te kijken van er moet wat van... Er komt er een van het CDA, er komt er een van Yes, er komt er een van de Partij van de Arbeid en er komt er een van de Seniorenpartij. Als, ja. als het allemaal gaat zoals het nu gaat. Dus dan moeten ze gewoon kijken welke capaciteiten zijn er in de wethouders die kandidaat zijn. En welke wethouders kunnen we dan op die plaats zetten? Nou, dat is mooi. Daar ben ik blij mee. Dus je moet niet kijken van nou oké, wij gaan die leveren. Nee, wat is de beste kandidaat precies. op die plek? Hè, maar je redeneert ook van een bepaald inhoud van de politiek natuurlijk. Wat je graag wil bereiken voor tuurlijk. De mensen. Tuurlijk. En jullie zijn een seniorenpartij. Ja. Dus ja, het gaat toch vooral om senioren natuurlijk. Nou, maar niet allemaal natuurlijk. Jongeren zijn de ouderen van de toekomst. Ja, precies. Dat is waar. Dat geloof ik graag. Maar bijvoorbeeld die hele vergrijzing, de zorg. Hè? Er komen meer mensen op leeftijd... Meer 80-plussers, maar we hebben personeelstekort, we hebben het verpleeghuisbeddentekort, we hebben mantelzorgerstekort. Hoe gaan we dat straks doen, Marga? Het is wel heel duidelijk dat er binnen de... als je kijkt wat ze bij Samen hebben bedacht, hebben ze bedacht van oké, we kunnen mensen die normaal gesproken de eenvoudige handelingen doen, die kunnen we opleiden. Dan kunnen we zeggen van dat mag je straks gaan doen. Daar in eerste instantie onder begeleiding. Maar we gaan kijken of jij bijvoorbeeld wel mensen mag gaan wassen. Dat kunnen mensen die in de huishoudelijke verzorging zitten hartstikke goed. Ze mogen het alleen niet. En als je dat wel kan regelen, dat er wat meer handjes aan het bed komen, dan zou het mooi zijn. En wij krijgen natuurlijk de mensen uit Oekraïne... Bijvoorbeeld, die zijn hartstikke bereid om graag te werken. Ik bedoel, nu zijn mensen... Er zit al een relatie tussen personeelstekort, zorg, Oekraïners. Ik zie dat wel, dat wij natuurlijk... we krijgen veel meer mede-Nederlanders noemen. Mede-Nederlanders, ja. Dat vind ik veel leuker klinken. Ja. Maar die hebben natuurlijk wel capaciteiten. Ja. En die zijn misschien wel daar gewend om in de zorg te werken. Dat taal leren natuurlijk. Hè? Nou ja, dan is het een kwestie van... Maar ze kunnen de handelingen misschien wel heel goed. Maar zou je denken dat al die Oekraïners weer gewoon naar huis gaan straks? Nou, maar dat duurt wel een tijdje. Ja, zou je denken? Nou, als al dat gaat. Je gaat naar hun man toe, hoor. Ja, nou, dat duurt nog wel een tijdje voordat het weer opgebouwd is. Dat zou ook heel snel kunnen natuurlijk. Als die rust ze kunnen niet allemaal in de plekken gaan zitten waar dan op dit moment nog wat staat. Want als je kijkt, het is gewoon... Ja, verbrande aarde, hè? Dat is precies wat de bedoeling was. Versproeide natuurlijk. Aarde. Ja, versproeide aarde. Nog beter, geen bedankt. Kijk, daar hou ik van. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, kijk nou naar de beelden. Voordat dat opgebouwd is, dus ja, dan zegt mijn man, nou, we hebben zoveel geld allemaal van de Russen geblokkeerd. Dan moet dat geld daar maar naartoe. Komen, dat vind ik wel een hele goeie. Ja, hele goeie, vind ik wel een goeie. Jazeker, ja. Ik bedoel, ze hebben het neergeknald. Al die oligarchen, kunnen allemaal... Maar je zal maar hier zitten, hè? Ja. Je bent hier gekomen, maar je huis is plat, maar je moet wel je hypotheek doorbetalen. Dus die mensen willen heel graag werken, want die hebben hun vaste lasten. En die willen straks niet, als al teruggaan of terug kunnen, nog eens een keertje met een enorme financiële last op hun schouders kunnen werken. Dan moet je daar ook weer werk zien te vinden. Ja. Dan is op dit moment alleen maar in de bouw werk, denk ik, als je dat wilt. Klopt. Nou, niet iedereen werkt in de bouw. Nee, dat is waar. Maar ze zijn wel bereid om van alles te doen. Want dat geloof ik graag. Dat zie ik ook wel op de televisie. Ja, gisteren op de televisie een mevrouw die echt hoog opgeleid is, die nou aan het schoonmaken is. Ja. Haar hoofd staat niet stil, hè? Nee. Want ze blijft natuurlijk met haar hoofd daar in Oekraïne zitten. Bij familieleden, misschien een man die erachter is gebleven. Ja. Maar het werk gaat door, want ze zegt, ja, ik moet mijn kosten straks ook betalen. Ja, en dat is natuurlijk ook logisch. Dus dan hebben ze straks een woning hier. Dan moeten ze hier natuurlijk ook weer gas, licht, water en elektra betalen. Ja. In een energiezuinige woning weliswaar. Maar ze moeten ook nog zorgen dat ze weer geld opbouwen. En ze moeten hun hypotheek daar betalen als ze een huis hebben gekocht. Wat er niet meer is. Ze moeten daar weer straks wat op gaan bouwen. Nou, die mensen hebben straks gewoon... keihard geld nodig. Dus die willen ook wel. En die zijn ook bereid om te integreren. Dat vind ik wel heel fijn. Je hebt ook muziek beginnen. Nee, we hebben muziek gehad. Maar je laat ook ons een film zien. Althans, een deel van de film. Een deel van de film van Schindler's List. Oh ja. En dat gaat weer
uiteindelijk. Het is een zwart-wit film. Ja. Hij is heel mooi. Maar het gaat om het meisje in het rode jasje. Ja, dat ook weer bij Schindler. Hè, dus een denkt, ik zie dat meisje. En ineens draait er wat bij me. Denkt, ik moet er wat aan gaan doen. Dus weer een meisje die belangrijk is. In je deze hebt wel een mooie lijn getrokken. Ja, ik ben zelf ook een meisje. Ja. Jij bent ook toevallig een meisje, ja, geloof ik. We gaan even kijken. Oké. Een schitterende film ook weer, Marga. Ja. Marga Mulder van de Seniorenpartij Schaag hier op de bank in gesprek met mij. Ja, de Seniorenpartij zal ook wel nadenken over de verduurzaming. Hè? De woningen moeten van het gas af of zeggen u, nou, zo ver hoeft het niet. Een warmtepomp is ook goed. Een waterpomp is ook goed. Ik denk dat als je van het gas af kan, als je nieuw bouwt, dat je sowieso van het gas af moet. Ja. Maar ik denk dat als je nu zeg maar in een situatie zit dat je niet kan bekostigen, dan wordt het wel een hele lastige. Daar moeten wij dan ook weer een mogelijkheid voor zien. En dan gaan we weer. Ja. Daar heb je centjes voor nodig. Ja. En dan kan je zeggen, oké, maar dan zou de bank wel een financiering kunnen doen. Niet echt handig. Nee. Ik heb wel gehoord en gezien dat banken daar helemaal niet in willen investeren. Nee, dan moet je al echt veel overwaarde hebben op je woning. Ja. Dat je daar nog een extra lening op kan nemen. Dat zou kunnen, want de rente is laag. Maar als je 75 bent? Dan wordt het al lastig. Want lastig. Dan mag je niet eens rood staan. Nee. Dat was wel grappig. Mijn man die kreeg toen hij 75... Ja, dat is leuk om te horen. Ja. Mijn man kreeg toen hij 75 jaar was, kreeg hij een brief van de bank. De bank. De bank. Waar wij dus ons hele leven lang al lid van zijn en waar dus al ons geld van alle zaken ook naartoe gegaan zijn, kreeg hij bericht van, we moeten u bij deze mededelen, daar komt het op neer, u bent 75 jaar geworden, u heeft weliswaar nog nooit rood gestaan, maar u mag vanaf heden ook niet rood staan. Ja. Nou, dan val je echt van je stoel, dan denk je, de zin. U heeft nog nooit rood gestaan, maar u mag vanaf heden ook niet meer rood staan. Met een rare brief. Dus als wij bij wijze van spreken voor ons huis iets nodig hadden. Een hybride pomp of zonnepanelen? Nou ja, of in dit geval is dat bij ons niet zo'n groot probleem, gelukkig. Okay. Omdat wij ook nog wel best solide zijn in onze financiën. Ja. Maar als je dan kijkt, dan denk ik, ja, dat zijn wij. Maar er zijn nog meer mensen van 75 jaar en ouder die hem misschien wel gezegd hebben van, kan mijn tijd wel uitduren? Daar ging er niet aan. Nee. En moet je dan in de kou zitten met z'n allen? Dat kan toch ook niet? Dat kan je niet hebben? Dat wil Marga niet. Nee, dat wil Marga zeker niet. Ik wil niet dat mensen in de kou zitten. Nee, precies. Vind ik echt dramatisch. Kou is armoede. Is armoede, ja. Dat is armoede. Dat gaat in je botten zitten. Dat gaat in je botten zitten, dus dat willen we niet. Dus er moet een regeling voor komen. Daarom. En dan moet een regeling houden in geld. Nou, dan hebben we het probleem weer getackled. Ja? Dat is er nog even niet. Nee. Dus daar moeten we weer een oplossing voor vinden. Dus er moet een hele goede wethouder op financiën komen. Die zegt, dat kan wel, dat kan niet. Daar kunnen we geld voor lenen, want de rente is heel laag. Maar de consequentie is wel, we moeten het uiteindelijk allemaal toch weer terugbetalen. En is dat haalbaar? Ja. Nou, ja. Dan is die wethouder heel belangrijk. Nou, inderdaad, ja. Wie weet, hè? Ja. Wij sluiten het gesprek af met drie dilemma's. Ja, dan vind je dat leuk, hè, toch? Ja, daar ben ik aan gewend. Nou, ik verhoog liever de OZB dan te moeten bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Zo, je durft hem wel. Ja, meteen bij Marga. Marga. De huishoudelijke hulp op dit moment is natuurlijk helemaal een lachertje. Ik mag geen ja-nee, ik moet alleen ja-nee zeggen. Dat is niet mogelijk. De huishoudelijke hulp is belachelijk dat die niet meer inkomensafhankelijk is. Ja, dat moet terug. Dan is het allemaal goed te doen. Oké. En dan hoef je geen OCB te vragen. Precies. Ik heb liever een gekozen burgemeester dan een burgemeester die benoemd is door de regering. Hoe sta je daarin? Nou, ik vind deze burgemeester... Nee, daar gaan we weer. Mevrouw van Kampen natuurlijk. Ik wil geen gekozen burgemeester. Geen gekozen burgemeester. Nee. En het gekozen burgemeester is toch niet wat je wil? Nee. Moet een beetje boven de partij staan. Vind ik wel. Oké. Een wethouder is weggestuurd bij zijn vorige werkgever vanwege ongewenste intimiteiten. Dit is in kleine kring bekend. Mag hij aanblijven? Het is een probleem van deze tijd, hè? Ja. En met toe. Ik denk dat hij niet aan kan blijven.
Daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, als je dat ziet, gisteravond dan weer op de televisie, of eergisteren op de televisie. Dan nog lachend, ik ga geen namen over noemen, maar dan nog lachend doen over het feit dat je iets gedaan hebt in het verleden. En wat je dan leuk vindt, hè? Dus die man met die snor. Arie Derksen. En de mannen eromheen dan heel erg lachen erom. Niemand die dan zegt, sorry hoor, maar deze opmerking is nu niet gepast. Nee, niemand. En dan denk ik, sorry hoor, kan voor mij niet. Ik vind dat niet kunnen. Wegwezen. Ja, wegwezen. Maar jij moet ook wegwezen, want we stoppen ermee met het gesprek. Leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ik vind het altijd fijn om met jou eventjes in conclave te gaan. Ook al buiten de Noordkop Centraal. Ja, fijn. Maar ik vind het wel een goed gesprek. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. We zien elkaar gauw weer. Zeker weten. In dit programma. Oké. Okay. Succes, dank je wel. Dank je wel. Dat was Marga Mulder van de seniorenpartij Schagen. Tot de volgende keer.